Wat is volgens jou circulaire economie? Ja, in de nauwe definitie is het nog steeds heel sterk gericht op materialen. En materialen die je aan elkaar doorgeeft. En waar ik naar zoek zijn manieren om te kijken van ja, wie geven het nou door? En wat is de relatie tussen die mensen? En hoe kan die relatie eigenlijk zorgen dat het doorgeven nog beter gaat? Ik kan een klein voorbeeldje geven. Airbnb heeft veel kritiek, zeg maar, hè, maar heeft ook wel heel veel voordelen. En daar zou je eigenlijk van kunnen zeggen van ja, het is toch wel handig dat er een soort internationaal systeem is gekomen om die dingen makkelijk door te geven. Als je kijkt naar Uber, Uber kunnen we ook zelf. Het is onzin dat Uber een Amerikaans bedrijf is. Dat moeten we zelf doen, die auto's doorgeven. En dat fascineert me, zeg maar. Hoe stuur je nou dat delen en die circulaire economie en het gebruik van grondstoffen? Wat is voor jou een deeleconomie? Ja, nou, daar hadden we net ook over. Deeleconomie is eigenlijk dat je gebruiksartikelen, maar ook productiemiddelen en ook grondstoffen deelt. En meestal zie je dat het gedeeld wordt na elkaar. Dus eerst de een de auto en dan de andere de auto. En wat ik interessant vind is om ook te kijken van hoe kun je dingen gelijktijdig delen. Dus dat is een voorbeeld dat ik gaf, dat een taluut tegelijk een dijk is en een weg. Of tegelijk een dijk en een geluidswal. Dus dat is gelijktijdig delen. Dus het is nog een klein onderdeeltje van de deeleconomie die we nog hebben vergeten tot nu toe. En hoe verhoudt zich een circulaire economie tot de deeleconomie? Wat is het verschil? Nou, die vraag daar moeten we ons nog in verdiepen. Is dus de deeleconomie een onderdeel van de circulaire economie? Of is de circulaire economie een onderdeel van de deeleconomie? En ik kwam hierheen vandaag met het verhaal dat de deeleconomie is het geheel. En de circulaire economie is daarvan het onderdeel. Maar ik werd aan twijfelen gebracht. Dus dat is nog een leuke vraag waar we ons tanden in kunnen gaan zitten. Dan ga je ons nog een keer een antwoord op dichten. Nou, misschien dat aan het eind van deze bijeenkomst het antwoord al komt. Maar ja, nee, dat ik mezelf kennende gaat die vraag me nog zo lang bezighouden dat ik daar een antwoord op ga zoeken. Ja, wat is het belang van de circulaire economie? Iedereen zegt ja, waarom is dat nou opeens een issue? Nou, ja, heel simpel. De spullen raken op. Ja, je merkt bijvoorbeeld het hele debat over kobalt, naast het feit dat daar natuurlijk veel oorlog over wordt gevoerd. Maar dat hebben we nodig voor alle fantastische batterijen en zo die we maken. En die zijn heel belangrijk, maar op een dag is het op. En dat is wel een nieuwe gedachte, hè? Dus dat er zeg maar, absolute schaarste. De schaarste is in de economie eigenlijk over het algemeen de prikkel geweest om op zoek te gaan naar meer. Alleen nu is dat meer er niet. Het is, op een dag is het op. En ja, daar heb je dus wel een circulaire economie voor nodig. Om dingen waarvan we vroeger zeiden ze zijn op, om ze dan maar opnieuw te gebruiken. Als je nou echt een nitwit en nog een dummy bent, waar kun je beginnen met je circulaire economie thuis? Thuis? Nou, ja, ik denk heel veel spullen die we hebben bestaan bijvoorbeeld uit allerlei onderdelen die als ze los van elkaar zouden zijn, heel goed herbruikbaar zouden zijn. Alleen nu zitten ze allemaal in één product met elkaar verknoopt. En het zou bijvoorbeeld al een beetje helpen als je dat, voordat het een grote hoop op gaat, dat je bijvoorbeeld het metaal eruit haalt, dan kan het ook gescheiden worden. Dan sta je wel thuis even te prutsen. Leuk is dat er tegenwoordig allerlei bedrijfjes komen die jou daar ook in stimuleren om dat te doen. Dus dan kun je er ook nog een centje aan verdienen, zeg maar. Dus dan word je van buitenaf geprikkeld om te doen wat jij vraagt dat mensen moeten doen. Dus de circulaire economie thuis, die begint gewoon bij afvalscheiding. Ja, maar dan iets dieper scheiden dan dat tot nu toe het geval is. Dus al die samengestelde producten ook nog eens een keer uit elkaar halen. Want anders heb je de kans dat bijvoorbeeld herbruikbare metalen ook in de verbrander komen. Omdat ze vastzitten aan iets anders. Noem eens een voorbeeld. Wat haal jij thuis nu uit elkaar? Wat je vroeger nooit de moeite voor nam? Oei, dat is een gewetensvraag. Ik kan hem in zoverre beantwoorden. Dat ik heb een keer een ontzettend leuke bijeenkomst meegemaakt met een jongen. Die zei, neem al je apparatuur mee. En toen moesten we samen met hem dat uit elkaar halen. En dan liet hij dus zien hoe die dingen zodanig in elkaar zitten dat ze allemaal als één geheel op de grote hoop verdwijnen. En dat dingen dus veel beter op zo'n manier gemaakt kunnen worden dat ze ook gedemonteerd kunnen worden in grondstoffen die herbruikbaar zijn. En daar leerde ik wel van dat ik thuis nog veel meer kan doen dan ik ook nu nog doe. Dus ja. Maar jij haalt bijvoorbeeld een oude wekkerradio, die haal jij uit elkaar nu? Ja en nee. Het klopt wel. Dus ik zorg wel dat de metalen los in de bak verdwijnen. Maar als je zo'n wekkerradio neemt, dan is dat dus heel erg lastig. Want de meeste daarvan zitten op zo'n manier in elkaar dat je een uurtje aan het prutsen bent. En nou, heel eerlijk gezegd heb ik dat er dan weer niet voor over. Dus ja. Daar ligt ook een grens. Daar ligt wel een grens, helaas. Sorry. Dankjewel.